Hi, welkom bij mijn vlogs. Deze keer gaat mijn vlog over een heel klein boekje over een heel groot onderwerp, miskramen. Het heet Geen beschuit met muisjes en hoe je anders kunt kijken naar miskramen. Het is het verhaal van Joyce Becker. En in één zin, het is klein, eenvoudig met gedachten en opdrachten rond miskramen. Hoe je daarmee om zou kunnen gaan en hoe je dat een plaatje kan geven. Nou, de reden waarom ik dit boekje graag wilde recenseren is omdat ik altijd zeg, ieder leven, hoe kort ook, heeft het recht om gevierd te worden. En zo'n miskraam, dat is natuurlijk een heel kort leven. En gevierd worden betekent ook dat het recht heeft op rouw. En daar gaat dit boekje dan bijvoorbeeld over, of in ieder geval onder andere. Een andere belangrijke reden waarom ik dit boekje graag wilde recenseren is omdat we met z'n allen zo in de illusie van de maakbaarheid van het bestaan zitten. En 1 op de 4 zwangerschappen, een beetje afhankelijk van hoe je het meet, eindigt in de miskraam. Dus heel veel vrouwen hebben hiermee te maken. Terwijl die maatschappij maar denkt, oh, eenmaal zwanger, dan begint de roze trein. Maar zo is het heel vaak niet. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, dus een heel schattig boekje met mooi vormgegeven, met allerlei spreuken en een cd'tje met muziek. Voor de mensen die graag op die manier met hun verdriet en hun vreugde ook omgaan. Nou, het boek gebruikt heel erg de gedachten van Abraham Hicks. En hoewel ik de laatste zal zijn om de kracht van gedachten te ontkennen en zelf ook heel erg geïnspireerd ben geweest af en toe door Hicks, vind ik dat daar ook een valkuil aan zit aan dat gedachtegoed. Namelijk dat die gedachten door jou in je hoofd zijn gezet. En dat je dus alleen maar die gedachten hoeft te veranderen. Of dat het zelfs je eigen schuld is dat dingen je overkomen. Want dat zit in jouw hoofd, die gedachten. Ja, maar waarom zitten die gedachten eigenlijk in mijn hoofd? Waarom heb ik een bepaalde preoccupatie? Dat vind ik altijd een valkuil. Bovendien, zelfs als je daar bewustzijn op hebt, kan het toch wel eens heel lastig zijn om die steen te vinden die je om moet draaien. En dat kan zelfs een zoektocht van jaren zijn. Nou ja, ook Joyce beschrijft hoe het haar eigenlijk 20 jaar na die miskramen nog eens inhaalt en terugkomt om in een nieuwe fase van verwerking te komen. En op dat moment heeft ze ook dit boekje geschreven. Nou, waarom zou je het lezen? Er zit hele mooie, of kopen, er zit hele mooie muziek bij voor mensen die iets anders om willen gaan met rouw. Wat ik ook wel mooi vind is dat ze een paar keer zegt, gedachten zijn slechts gedachten. En uiteindelijk is dat ook zo. Er zitten hele mooie overdenksels en vragen in waar je zeker mee aan de slag kan als je met miskramen te maken hebt. Niet alleen als vrouw, maar ook als omgeving. Nou, niet lezen als je allergisch bent voor Hicks, want het is echt Abraham Hicks voor en na. En ja, het gaat natuurlijk om de methode die Joyce Becker heeft geholpen. En of dat jou helpt, dat weet je niet. Daarvoor moet je het proberen. En wat haar helpt, hoeft jou echt niet te helpen. Ik denk wel dat je er wat aan kan hebben. Dus samengevat, dit boekje zegt, geef een miskraam tijd en aandacht. Nou, dat kan met dit boekje en misschien ook op een andere manier. Dankjewel voor je aandacht en tot de volgende vlog.